Op een dag, het was in april, zat koning Leeuw zich te vervelen. Vond het weder wat te kil om met de kaarten te gaan spelen. Dacht ik moet eens iets verzinnen, dacht ik moet eens iets gaan doen. Iets versieren wat de dieren allemaal graag doen. Ik geef een wal voor de dieren, voor tijgers en mieren. Voor olifanten, apen, krokodillen en voor schapen. Een bal voor de dieren, voor vlinders en dieren. Voor schildpadden en vissen. Ze kwamen allemaal, er was geen enkel die ontbrak. De baviaan, de pelikaan, de dikke koe en de giraf. De kikker uit de vijver, de kameel uit de woestijn. Ze vonden het toch allemaal verschrikkelijk fijn. Op het bal voor de dieren, voor tijgers en mieren, voor olifanten, apen, krokodillen en voor schapen. Een bal voor de dieren, voor vlinders en dieren, voor schildpadden en vissen. Maar de koning vond dat hij zich toch een beetje had vergist, omdat het hondje en de poes zijn beste vriendje had gemist. Maar alles komt oké, ik heb een goed idee. Volgend jaar dan doen alle kinderen mee. Op de bal voor de dieren, voor tijgers en mieren, voor olifanten, apen, krokodillen en voor schapen. Een bal voor de dieren, voor vlinders en dieren, voor schildpadden en vissen. Kanarie, hagedissen.